Welkom bij Experimenten Update deel 37. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een update heb gemaakt. Intussen wordt mijn kanaal steeds bekender. Op dit moment staat de teller op 716 abonnees. Dat is een toename van ongeveer 10% in de afgelopen maand. Nou, als dat op die manier doorgaat, elke maand 10% erbij, betekent wel een meer dan verdriedubbeling per jaar. Dus laat dat maar even zo doorgaan. Nou, zo nu en dan word ik op straat herkend. Pas is er een video van me viral gegaan op Dumpert. Deze dus, experiment 299, fontein op hol laten slaan. Een paar weken geleden was er nog een andere vlogger die ineens over me begon te vloggen. Er zijn fankanalen over mij op TikTok. Twitch zag ik al langskomen. Twitter. Van alles en nog wat. Overal komen nu fragmenten van mij langs. Ja, en sommigen die genieten er met volle teugen van. Sommigen leren er heel veel van. Daar zijn ze uiteindelijk ook voor bedoeld. Sommigen nemen mijn video's met een korreltje zout. Anderen met een flinke bak yoghurt. Het maakt niet uit. Als jullie er maar van genieten. En ik ben zeker van plan nog een tijdje door te gaan met die experimentenvideo's. Inmiddels is het alweer meer dan 3 jaar geleden dat ik de eerste video uit de serie publiceerde. En inmiddels staat de teller op 309. Heel veel verschillende soorten video's gemaakt. Sommige serieus, sommige met een grap erin. Best wel een aantal leerzame video's. Nou, zeker de moeite waard. Over een paar weken ben ik er een tijdje tussenuit. Dan ga ik weer naar de Dominicaanse Republiek om de mensen daar te helpen. Dus dan zullen er een aantal weken waarschijnlijk geen experimenten online komen. Maar ik ga wel mijn best doen om wat video's te uploaden over onze werkzaamheden in de Dominicaanse Republiek. Tot ziens!